Welkom Dinja Poelman van Toko Din. Hoe zag je dag eruit tot nu toe? Mijn dag begon 6:15. En dan sta ik op. Dat is mijn ochtendstart over het algemeen. Ik heb ook een dochtertje. En meestal smeer ik de broodremmetjes en zet ik het lunchje klaar, zeg maar. En dan om 7:00 volgt er de eerste ochtendtraining online. Dus dat is echt het begin van mijn dag. En met ochtendtraining bokstraining? Bokstraining, ja. Ja. En online is dat dan... Dat is heel raar eigenlijk, denk ik. Ja, als je niet... Dat is heel raar, inderdaad. Ja. Het is, je wil als coach sowieso iemand fysiek kunnen ondersteunen. En dat is vanaf maart natuurlijk helemaal eruit gecultiveerd. En dus dat is heel maf. Dus je moet het nu verbaal dus over kunnen brengen. En dan ook nog eens met een scherm ertussen. Dus de uitdaging was ontzettend groot om mensen überhaupt in beweging te krijgen. Dus maar ik doe het maar een half uurtje in de ochtend. En op die manier hebben we het opgebouwd, zeg maar. Dus nu doe ik 4 half uurtjes elke ochtend. Elke ochtend 4 dagen in de week. Die zien er zo uit. Half uurtje sporten. En door dat dus vaak achter elkaar te doen, vinden mensen de motivatie ook weer. En kan ik lekker oefenen inderdaad, om dat ook voor mezelf hoog te houden. En inmiddels heb ik er plezier in. Maar het was even een pittige start. Ja, dat trainer. Rosanne, die had net al een beetje over jou verteld. Want jij geeft bokslessen aan jongeren die in de schulden zitten. En ze had het over een stare-down. Daar ga ik straks nog wat over vragen. Maar wat heb jij met schulden en jongeren? Waarom ben je dit gaan doen? Nou, boksen is eigenlijk van origine een sport wat echt eigenlijk ooit op de kaart gezet als een dagbesteding eigenlijk voor moeilijk opvoedbare kids of mensen die het gewoon wat minder hebben. En die kunnen dan gewoon een walk-in boksschool inkomen en dan ga je gewoon lekker even je frustratie eruit slaan. Dat is een beetje waar een oude boksschool op gebaseerd is. En heel vaak zit daar ook gewoon talent tussen en gaan die coaches met die talenten aan de slag, worden het kampioenen en die kampioenen worden trainers. En zodoende bied je ook een heel mooi platform voor kids die het even wat lastiger hebben. Daar kom je dus inderdaad ook heel veel kids tegen die dus inderdaad of ouders hebben met schulden zelf in de school zitten. En ik ben vanaf mijn 16e eigenlijk zelf gaan boksen. Niet omdat ik schulden had, maar wel andere problemen. Ik wou net zeggen, was jij een van die jongeren die zo'n boksschool inliep om frustratie van zich af te... Nou, dat wist ik op dat moment nog niet. Maar dat heeft het absoluut wel losgebracht bij mij. Want ik was eigenlijk een heel nederig Indisch kindje die eigenlijk... had het heel moeilijk op school. Ik zat op een speciaal onderwijsschool. Ik kon slecht leren. Was er nog niet heel veel plek voor op school als je bijvoorbeeld niet kon rekenen. En dan werd je naar speciaal onderwijsschool gestuurd. En dan kwam je toch vaak met kinderen met wat grotere problematiek. Van autisme tot gedragsproblemen tot aan kindjes zoals ik. Maar eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde. Alleen er zijn wel grenzen in hoe je met een kind omgaat. Voor mij was dat best wel een behoorlijke klap. Je op zo'n school terechtkwam. Op zo'n school terechtkomen. Ja. En je bent speciaal, bijzonder. Ga daar maar mee dealen als kind. Ja. En je wordt dan ook speciaal en bijzonder aangesproken. Toen dacht ik, wat is er nou zo raar aan mij? En ik heb daar wel behoorlijk wat frustratie ook opgebouwd. Aan de andere kant is het heel goed. Juist, daarom ben ik terechtgekomen waar ik ben terechtgekomen. Ik moest gaan overleven. Ja. Dus dat hele lieve meisje, dat bleef nog steeds wel het lieve meisje. Maar ik moest wel een harnasje aantrekken. En zodoende heb ik sport gevonden als kind. Als iets waar ik dus blijkbaar talent voor had. En het maakte mij niet uit wat voor sport het was. Ik wilde net als die jongens dat ook kunnen. Want de meisjes werden nogal gescheiden. Jaren 90, ik weet niet wat dat was. Maar er waren nog heel erg jongens meisje. En ik wilde ook gewoon als meisje voetballen. Maar ja, ik moest naar de poppenhoek. Had ik helemaal geen zin in. Dus je ik heb naar de poppenhoek. Nee, dit is echt geen grap. Er was een poppenhoek, jongens. Die is er geweest. Ook nog. Ja. Ik denk dat iedereen hier misschien dit herkent. Ja. Het is ongelooflijk. En dat soort dingen heb ik ook echt gehoord. En ook ben je een beetje dom van een volwassen juffrouw. Dus me ook altijd bijgebleven. Omdat ik niet met de sommetjes mee kon. Ja. Dus op die manier denk ik dat ik ook stiekem een beetje terug heb gevochten. Om mezelf goed in te zijn. En toen bleek jij dat talentje wat de kampioen werd en trainer. Dat is precies misschien... hoe het bij mij is geworden. Ja. En dan is de volgende stap. Waarom ben je dan nu weer? Want je geeft ook je geeft aan heel veel mensen bokslessen. Mm-hmm. Waarom
Waarom ben je ook heel bewust met jongeren die in de schulden zitten of die financiële problemen hebben, misschien ook wel andere problemen, waarom ben je met hen gaan werken? Ik denk dat dat gewoon een van de belangrijkere doelgroepen is die heel vaak wordt overgeslagen. Ik bedoel, er wordt heel veel toegereikt in boksen nu en boksen is heel hip en hot. Maar die doelgroep krijgt niet heel vaak de kans om eigenlijk echt met deze sport meer in aanraking te komen. Bijna alles is hartstikke duur geworden. En eigenlijk als je van origine kijkt wat een boksschool kan betekenen voor ja, zo'n doelgroep. Ja, dat is veel meer. Ja. En, ja. Als je, want wij kennen elkaar omdat je mij boekles hebt gegeven. En ik vroeg me af, hoe verschilt het lesgeven aan mij bijvoorbeeld met deze jongeren? Nou, eigenlijk niet eens zoveel, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben bij bokstherapie gestart, bij Marcel. En die heeft mij de kneepjes van het vak geleerd. En daardoor ben ik mental coach geworden. En in principe is... Iedereen heeft wel iets in zich wat vastzit en wat los zou kunnen komen. En beweging kan daar ontzettend bij dienen. Maar waarom ik deze doelgroep specifiek interessant vind, is omdat het wordt ze niet heel makkelijk gemaakt en niet aangereikt. Twee, je kan iets betekenen voor deze kids. En die hebben nog best wel wat groei wat ze nog door kunnen maken. En het verschil is met volwassenen die het wat beter hebben, misschien geen schulden kennen. Ik weet even niet meer waar ik heen wil. Misschien is dat ook goed, maar die geen schulden kennen, die hebben misschien ook minder de... als ik dan nou even mij als voorbeeld moest hebben, mijn grootste probleem is dat ik heel onzeker was over sporten. Maar dat is een ander soort probleem dan als je eigenlijk... best wel een klap heb gekregen omdat je financieel niet mee kan komen en het wel van je verwacht wordt. Dat je dat is natuurlijk anders. Kun je een beetje beschrijven hoe zo'n boksles eruit ziet? En dan specifiek op coaching en schulden. Oh ja. Ja, precies. Nou, we hebben net al die stare-down benoemd. Ja, wat is die stare-down? Stare-down is iets wat eigenlijk normaal gesproken voor een wedstrijd plaatsvindt. En dat is een moment dat de pers bij elkaar komt en dan worden de twee boksers of vechters gefotografeerd. En dat duurt een minuutje ongeveer, zo'n stare-down. En je daagt elkaar uit op dat moment. De ene gaat er rustig mee om, de andere heel als een komiek. En je ziet ook wel mensen inderdaad falen bij een stare-down. Hoe faal je bij een stare-down? Nou ja, daar zijn de meningen heel erg over verdeeld. Maar het is een hele interessante, want er gebeurt op zo'n moment iets in het lichaam. En dan ga jij maar inderdaad tegenover iemand staan en iemand 1 minuut gewoon recht in de ogen kijken. In de dierenwereld zal je aangevallen worden. Dat is heel bedreigend eigenlijk. Mm. En het contact is nu, zeker met corona, ook al veel minder geworden. Dus het aankijken is sowieso een uitdaging. Of het nou voor deze doelgroep is, of inderdaad een wat oudere of wat hoogopgeleide. Iedereen maakt daar bijna dezelfde momenten in mee. Ja. En je begint je les met zo'n stare-down? Meestal met een stare-down. Het moment gaan we voelen. Ja, want er gebeurt gewoon iets lijfelijks. Heel vaak gaat de hartslag omhoog of gaan de handjes zweten. Mensen gaan lachen of praten of heel erg zich groot voordoen. Of zich juist heel erg klein maken en zichzelf bijna vastpakken en knuffelen. Ja, en die momenten, die bespreken we daarna en dan zie je dan ook loskomen. En dan is er een moment van, wow, voel je dit ook zo? En dan is er een gesprek en heb je iets doorbroken al in de ruimte. En is het gewoon veel makkelijker om vanuit het moeilijkste moment verder te gaan met zo'n les. Eigenlijk is het begin, zet je ze voor de grootste uitdaging. Eigenlijk de grootste uitdaging. Daarna kan het alleen maar meevallen. Dan heb je al gewonnen. Alleen al door dat te doen. Ja. En mijn doel is wel dat om in stilte te doen. Dat lukt nooit de eerste keer. De tweede keer is ook moeilijk, maar de derde keer gaan ze ook echt daar staan en hun best doen. En dan gaan we ook kijken, hoe is je balans? Hoe is je ademhaling? Probeer daar eens naartoe te gaan. Gewoon kennismaking met je eigen lichaam is het eigenlijk. Voelen. Waar sta ik? Wat voel ik? Sta ik in balans? Soms geef ik ook stiekem even een klein duwtje om te kijken, hey, sta je stevig? Nou, mensen resetten zich dan vrij snel en gaan dan in een keer heel anders staan. En op een gegeven moment lukt het. Ja, daar heb je eigenlijk al een winst. Ja. Ja. Wat is de kracht van het boksen? Bij deze doelgroep of bij deze therapie? Ja, ook gewoon echt weer het stukje beweging wat gewoon niet iedereen toegediend krijgt. Dus, maar dat heb je ook bij yoga, zeg maar. Precies. Maar bij boksen is het, bij 1 klap maak je eigenlijk al allemaal stofjes aan in je hersenen. Even een stom heel wetenschappelijk dingetje. Dopamine, endorfine, adrenaline. Kan je bij het yoga misschien
Als je 3 uur lang keihard traint, komt dat ook wel naar boven. Als je er echt lekker in zit. Of de runners high kennen we ook allemaal. Dat gebeurt ook op een gegeven moment. Ik niet hoor, die heb ik nooit bereikt. Ik heb hem ook nooit bereikt. Maar die schijnt ergens te komen. Maar dat duurt altijd dat duurt even voordat je erin zit. En met een klap heb je dat bijna in, ja goed, in één klap. Heb je die stofjes al aangemaakt. Dus er gebeurt iets. Als je een stukje chocola eet, krijg je een beetje dopamine binnen. Dat kan je ook met de klap. Ja. En dat doet gewoon iets met je gemoedstoestand. Als je kijkt hoe mensen starten en hoe ze eindigen naar een les of naar een workshop, dat zijn 2 compleet andere personen. En dan is het heel leuk om dan weer te kijken van hoe begonnen wij en hoe ben je geëindigd. Nou, ik denk dat je misschien zelf, als jij net geboxt hebt en je komt uit zo'n les, dan ben je gewoon high. Knettertje high meestal. Ook heel moe. En dat is soms heel fijn. Je voelt jezelf weer eigenlijk. Ja. Hoe kunnen we jongeren weerbaarder maken voor eigenlijk dat gevoel wat jij in het begin beschreef, hè? Dat meisje wat verteld wordt, je kan niet rekenen, dus je moet bij de special needs kids. Hoe kunnen we die weerbaarder maken? Gewoon in gesprek gaan met zo'n kind. En ik heb zelf weinig coaching gehad in het leven. En dat is gewoon iets waar je heel veel voor moet leggen in principe als je een coach wilt tegenwoordig. Maar in principe is het gewoon praat met een kind. En ga na wat er gebeurt op het moment dat je naar zo'n school gaat bijvoorbeeld. Wat dat mentaal met zo'n kind doet. Je bent niet anders. Ja. En ik denk gewoon dat het heel erg werkt om kinderen in beweging te houden. Dus dat sport gewoon überhaupt een heel, heel belangrijk ding is in je opvoeding, wat nu steeds minder wordt. Op scholen wordt er minder sportles gegeven, alle CKV verdwijnt. Dat zijn echt 2 hele belangrijke dingen die ons kennis laten maken met iets anders en het perspectief gewoon veranderen. Ja.